Het is de dag voor Koninginnedag. En traditiegetrouw is dat de dag dat het lintjes regent. Zo ook vandaag. In onze provincie kregen 125 mensen een koninklijke onderscheiding. Op het stadhuis in de stad Groningen beginnen de feestelijkheden al om 9:30 vanochtend. De meeste mensen zitten wat nerveus op de eerste rij in afwachting van wat er allemaal gaat gebeuren. Fijn dat u er bent. Vooral op de eerste rij. Fijn dat u er bent. U bent namelijk heel verdienstelijk voor onze samenleving. Dan bijzonder hoogleraar en professor Hans Renner. Sinds 1975 in dienst bij de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in Midden-Europese geschiedenis. Krijgt een hoge onderscheiding. Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het voelt geweldig. Ja, weet u, als je Nederlander bent van de geboorte is het al een hele grote ere. Maar als je Nederlander op latere leeftijd bent geworden en je krijgt deze onderscheiding, is het misschien voor die persoon nog grotere eer.